Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe excursievlog. Ja, vorige keer hebben jullie gezien dat we de hei-installatie van Heijmans getransporteerd hebben. En vandaag gaan we kijken bij het palenboren. Ja, hey, vind jij dat nou mooi? Dan moet je eens even op de link klikken, want ze zoeken namelijk nog mensen bij Heijmans. We zijn er. Wat krijg je hier dan? Heel die keten hebben ze gewoon in het geel geschilderd. Hier hebben we de funderingsmachine staan. Nou, die is nou een stukje groter als de vorige keer. Hè? Hij is nou helemaal uitgeklapt. Daar op de achterkant, daar staat nou een powerpack. En die drijft de boorkast aan. Daar zit gewoon een aparte motor in. Met een hydropomp. En dat is voor heel die, ja, dat rode ding wat je daar ziet, daarboven. Ja, dat is de boorkast. En die laat eigenlijk de boorbuis die je daar ziet. Dat is de buis die wij elkaar gelast hebben. Die laat het draaien. Terwijl het de grond ingaat. Maar dat gaan we dadelijk allemaal nog beter zien. Ja, hier natuurlijk. Dit hebben we ook al gezien. Dat is de grautpomp. De STS-pomp. En die maakt eigenlijk het mengsel wat wordt gebruikt tijdens het boren. Ja, en dan daar. Daar staat de pompmixer. Ja, er was net een vrachtwagenmixer. Die pompt daar beton in. Dus dan rij je af en aan om die eigenlijk te vullen. En vanaf daar wordt met de loder, met die bak die daar ligt, wordt de beton naar de kubel gebracht. En die hijsen ze naar boven en daarmee storten ze, ja, de boorbuis eigenlijk vol met beton. Oké, dat is het heel in het kort. Laten we nou gaan kijken hoe dat in het echt gaat. Echt ook. Ja Bas, wil je ook helemaal naar boven? Ja. Yeah. Oh. Ja. Kijk, veiligheidsbril. Hé, hey, we gaan hem positioneren. Kijk eens. Zeg maar wij, maar ze. Wij staan gewoon te kijken. Daar ligt ook een boorpunt. Hij wordt daar onderuit de buis gekoppeld. En dan, dan gaan ze boren. En, maar je snapt, die punt kan natuurlijk niet meer uit. Want die buis wordt straks volgestort met beton. Er komen gewapens net in. En dan wordt die buis weer naar boven getrokken. Maar die punt, ja, die blijft dus onderin het gat. Dus vandaar dat je meerdere van die punten ziet liggen. Want ja, onder elke paal, ja, er blijft zo'n punt dus achter in de grond. Okay. Ja, hier is Max, die kennen we natuurlijk al, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat ie? Ja, lekker. Ja, mooi weer, dus... Ja, we hebben het getroffen. Ja. Dat is niet altijd zo natuurlijk. Nee. Hoeveel palen zitten er al in? We hebben er al behoorlijk wat ingeboord, maar we hebben onze heiroute al moeten passen. Er staan een paar poeren op hold, in verband met obstakels in de grond. Oh, dat zijn bij die linten, ja, daar. Oké, okay. Oh, dus dan, ja, dan moet je je plan inderdaad... De route weer aanpassen. Geile kraamhuizen doen. Lijkt beter dan jij natuurlijk. Je zit super mooi rijdt. Ja, ik kan het ook wel, maar dan... Buis op. Ja. Ik ga hem afsteken. Die graaft ondertussen een gootje daar. Dat is om de overtollige grout dadelijk af te vangen. Je zag net daar op de grond. Het boorpunt die werd aangekoppeld. Er ging eigenlijk een soort van, ja, van leiding. Ging in het midden. Hier zo. En dat is waar dadelijk de grout aankomt. Dan gaan we dadelijk meer kijken. Dat is eigenlijk de vloeistof die wordt gebruikt tijdens het boren. Maar daar kunnen we dadelijk meer van zien. Want dat is daar bij de grautpomp natuurlijk waar dat allemaal gebeurt. Ja, dat zijn de wapeningen. Ja, ze gaan nu die buis in de grond boren. En daarna gaan ze natuurlijk volstorten met beton. Maar voordat beton erin gaat, gaan eerst die wapeningen erin. Omdat beton op zich niet sterk genoeg is. Maar die buis die gaat overigens niet helemaal de grond in. Want op palenplan staan ook verschillende dieptes. Dus niet elke paal moet even diep de grond in. Dat is afhankelijk van de grondlaag en waar dat eigenlijk de stevige laag is waar het de paal op moet steunen. Dat is de powerpack. Dat is helemaal voor de aandrijving van de boorkast die daarboven zit. Daar zitten hydromotoren in. Ja, en je snapt, daar gaat behoorlijk wat olie doorheen. Je kijkt de slang eruit. Ze hebben zojuist hier nog een boorpunt neergelegd.
op de plek waar een piketje zit, zat, want die is nou uitgehaald. Als je even kijkt, hier zo. Kijk, daar moeten allemaal nog palen komen. Kijk, en er liggen er nogal wat. Zit daar een oude tank begraven? Boort die dwars doorheen. Je ziet dat de boorkast dat die langzaam naar beneden zakt naarmate dat die buis verder de grond in gaat. Rebbers. Als je eruit gaat dan. Wat ga je doen? Ja, naar boven natuurlijk! Hey Bas, daar staan we dan. Nou. Mag ik maar jou geven? Dat is goed, doe maar. We gaan naar boven. We gaan even boven, even van het uitzicht genieten natuurlijk. Hè. Kijk hier, dan kunnen we het wapeningen zitten erin, beton zit erin, dus nu wordt de buis weer omhoog getrokken. Bij het Heijmanshuisje. Ja, ja, nieuwe lading beton komt eraan hoor, daar. Ja, dat dacht ik al. Houd je voet omhoog? Ja, hij komt vrij nou. Ja. Dit gaat wel boven het maaiveld. Heb je nodig hè, je overleefd om die buis te storten om je val te maken? Ja, ze hebben natuurlijk ook nog een ouderwetse tekening, maar ook GPS natuurlijk om de palen te positioneren. Zo. Hey, dat was mooi. Ja. Er zijn een boel mensen die betalen daar geld voor zo'n ritje. Het mooie uitzicht daarboven. We mogen even erin kijken. Ja, een boel schermpjes en knopjes. Nou, hier hebben we in ieder geval camerazicht op de boorkast. Nou, ik vroeg me net al af hoe Max dat deed, want hij gaf allemaal gebaren en ik denk, hoe kan hij dat nou zien van hieruit? Want ja, kijk, de boorkast die zit daar boven nu. Dat kan je natuurlijk nooit zien. Dan moet je wel hele goede ogen hebben, maar daar zit dus een cameraatje. Nou, hier hebben we nog een platte grond eigenlijk, waar de boorpalen moeten komen. En je ziet daar allemaal blokjes met nummertjes erin. En de rode, die zijn al gedaan. En ja, die zwarte die gaan we nu doen, daar. Ja, die andere zwarte moet ook nog gedaan worden, hier staan. En dan zien we hier nog een klein kaartje. Ja, die geeft eigenlijk heel nauwkeurig de boorpunt weer boven de piket, eigenlijk om het zo maar te zeggen. Je ziet daar ook die afstanden. En dat zijn daar gewoon, dat zijn meters. Dus wat je daar ziet achter de komma, dat zijn gewoon centimeters. Ja, dat doet hij dus met die GPS. Af en toe, ja, ik denk niks fout doen. Ja, super nauwkeurig. En ook nog de ouderwetse kaart. Nou, hier zien we de ouderwetse kaart. Daar worden ook nog de boorpalen afgestreept als ze gedaan zijn. Kijk.
Allemaal zwarte bolletjes. Maar ja. Oh, er staan inderdaad het toerental van de motors en zo. We hebben net het boren gezien, maar dat gaat natuurlijk allemaal niet zonder de kruitpomp. Laten we kijken. Oude bekende, die hebben we al gezien, hè? Ja. Ga je naar gelijk zetten? Ga ik de teller op nul zetten? Hendel voor naar de kraan weer kopen. En de helft naar de voorraad weer dicht. Zeker nog vier. Hey. Kom maar. Ze zijn de koppeling van de lans zijn ze eraf aan het halen. De lans is eigenlijk de buis die, waardoor dat grout naar de boorpunt wordt gestuurd. Ja, en blijkbaar zit er een verstopping in, want we zagen net bij de pomp daar dat de druk opliep tot 50 bar. Ja, en dat is te veel. Dus ja, er zit waarschijnlijk een verstopping. We gaan kijken. Ah, we gaan weer spoelen. We zijn nu bezig om de slang door te spoelen met water, zodat alle troep eruit gaat. En ja, dan kan het boorpunt er weer aan. Dan hoop ik dat we kunnen gaan boren. Fijnzand, kijk maar. Dat is dus de koppeling tussen de lans en de boorpunt. Die is er net afgekomen. Nou, is weer zuiver, ja. Hé, maar komt dat vaak voor dat je zomaar reparaties even moet doen en improviseren? Ja, daar heb ik ook een container bij me. Met gereedschap. Haal ik hem even uit elkaar voor de zekerheid. En ben jij altijd degene die dit moet doen? Want jij hebt hier behoorlijk wat gereedschap bij je ook. Ja, ik doe dat allemaal tussendoor, zeg maar. Dus, en wat is, hoe heet jouw functie? Je bent de groutkok eigenlijk. Ja. Manager van alles. Hé. Hey. Manager van alles. Hé, kijk daar. Oh ja, dat is allemaal van die. Ja. Allemaal zo'n fijn zand. Dat is natuurlijk omdat hij even heeft stilgestaan, ja. Dan zakt die troep naar beneden. Zakt die troep naar beneden, ja. Kijk daar, joh. Ja? Dat is gewoon best wel beschadigd ook al. Ja. Veel te ver in rap, dan moet er een nieuwe konings in. Ja, dan doen we er gewoon een nieuwe konings in. Ja, hier staat dus de grootpomp, de STS-pomp. Die hebben we natuurlijk bij de werkplaats van Heijmans al gezien. Maar laten we eens kijken hoe die werkt. Ja, wat doet die nou eigenlijk? Nou, deze levert dus de grout voor de funderingsmachine. Nou, misschien is het handig om te weten wat grout eigenlijk is. Ja, grout is eigenlijk gewoon cement met water. Het is veel te dun om mee te metselen. Het is echt gemaakt om te smeren en te spoelen. Nou, daar heb je natuurlijk water voor nodig. Nou, dat is een hartstikke mooi zwembad voor als het warm is trouwens. Lekker man. Ja, de pomp zelf die bestaat eigenlijk uit een aantal belangrijke onderdelen. We hebben hier eerst de mixer. Daar hebben we het voorraadvat. Hier is een watertank. En hier is de eigenlijke pomp. En daarachter, daar zit de motor voor de aandrijving. Nou, wat gebeurt er achterin volgens? In de mixer, ja, dan wordt natuurlijk de grout gemixt. Nou, er gaat inderdaad vanaf die silo gaat daar de cement in. Het water komt vanuit deze voorraadtank. En er zit, hier zit een pijlglas op, zie je dat? Dus we gaan hem vullen. En loopt het tot daar vol. Nou, dan vervolgens gaat dat water in de mixer. Nou, die begint te draaien. Er komt de cement erbij. Het mengsel wordt gemixt. 275 liter water gaat erin. 125 kilo cement. Dat is het mengsel. Nou, vervolgens, als de mengsel klaar is, dan wordt het hier in het voorraadvat gepompt. En vanuit het voorraadvat wordt het naar de funderingsmachine gepompt. Nou, dat pompen dat gebeurt hier met de plunjerpomp. Je ziet hier die plunjers heel rustig heen en weer bewegen, want hij is nu bezig met rondpompen. Maar straks als je echt moet gaan werken, dan gaat hij sneller bewegen. Nou, hierboven zitten hydraulische cilinders in. En hieronder, dat zijn de cilinders waar de grout mee wordt weggepompt. Nou, er wordt vervolgens langs deze slang gepompt. Naar deze accumulator. Daar zit bovenin, daar zit gas in.
En die zorgt eigenlijk, ja, dat is gewoon een demper, die zorgt dat die schokken van de pomp eigenlijk in de toevoerslang naar de funderingsmachine opvangt. Daar zit de motor in. Hey, en als je die wil zien, dan moet je natuurlijk gewoon even die andere vlog kijken, dat we bij de werkplaats van Heijmans waren. Hij gaat hem nou spoelen. Maar jij hebt het al een verzameling boorpunten. Moeten kijken. Ha. Ja. Dat zijn zware japen, hè? En moet je nagaan dat er elke keer zo'n ding weer in de grond achterblijft. Want ja, die kan er dus niet uit. Hey, ik heb hier de koppeling, de nozzle. Die zit aan de lans. En dat is dus die buis die de grout aanvoert naar de boorpunt. Dus laten we even kijken hoe dat precies zit. De binnenkant van de boorpunt. Hier zitten grote knokken. Ja, daar valt de buis in en die drijft hem eigenlijk aan. Dus hiermee ja, wordt hij aangedreven tijdens het draaien. Om komen dat die boorpunt stil blijft staan en het alleen de buis gaat draaien natuurlijk. Nou, hier dan, dat is de koppeling. Die gaat dus hierin. En daar langs wordt de grout toegevoerd. Nou, er zit hier een klep in. Ik kan hem niet indrukken zo, want het is, daar zit een behoorlijk krachtige veer zit erin. Nee, dat lukt nooit. Maar hier zit een konus in, dat hebben we net gezien, hè? Die gaat open. En daar langs komt dus die grout in de boorpunt. Nou, waar zit er nou een klep in? Ja, dat is natuurlijk om te voorkomen op het moment dat ze hem loshalen, dat die heel die lans leeg loopt. Dus dat in ieder geval daar die grout gewoon ook in blijft zitten natuurlijk. Nou, eens even kijken bij de boorpunt. Ja, zo ziet dus de punt eruit. En hier zie je dus kleine gaatjes zitten. Ja, dat is waar die grout dus mee behoorlijke kracht uitgespoten wordt tijdens het boren. Ja, die grout die zorgt eigenlijk ja, dat de aarde rond de boorpunt eigenlijk weggespoten wordt. En die zorgt ook voor een deel smering en het afvoeren van de grond eigenlijk. Hoe ben je aan het doen? Ik ben het palenplan aan het uitzetten voor de heistelling. Ja, ik zie een berg van die piketjes. Ja, klopt. Je bent ze aan het uitmeten nu dan? Ja. Ik zorg dat iedere paal de juiste plek uitgezet staat. En je nummers, die nummers die corresponderen weer met de dingen die op de kaart staan natuurlijk. Ja. En heb je daar nou ook een kaart die je... Ja. Nou, hoe werkt het apparaat? Hè? Zullen we het zo zeggen? Ja, daar heb ik... Ik heb zeg maar in mijn bestand alle palen zitten. En als je goed ziet, zie je hier zeg maar een bolletje, dat is waar mijn apparaat nu staat. En dat rode bolletje, dat is welke paal zeg maar, ik ga uitzetten. En daar sla ik hem op. Hey, dit wil ik ook even dadelijk. Ja, dit heb ik gezien. Dit is... Ja, ik heb er 4 jaar voor moeten studeren. Dus, opverdekken. Dat leer je niet in 5 minuten. Hallo, ja, dat is de volgende die ik doe. Hij is precies eigenlijk omgedraaid. Nee. Het laatste stukje is nog niet zo makkelijk. Ja, kijk. En je moet hem rechthouden ook, hè? Ja, dan moet ik hem voorzichtig neerzetten. Dan moeten we hem eventjes... Ja, nou klopt het alweer niet meer. Eigenlijk, goed, hoor. Ja, vind je hem goed? Ja. Dan prik ik hem. Yes. Je moet best een vaste hand hebben, want bij benadering is het wel makkelijk, maar dan de laatste 10 centimeter, dat is toch echt wel eventjes... Ja. Ja, als je het iedere dag doet, dan weet je ongeveer wel de centimeters een beetje uit je hoofd. Dus ja, ja. Als je dan ziet 15 centimeter, nou, dan zet je hem wel binnen 2-3 centimeter goed. En dan moet je nog 1 keer om. En meestal met 2-3 keer prikken dan... Ja, inderdaad. Nou, het laatste stukje was even puzzelen. Maar het is wel makkelijk om inderdaad even te steken. Ja. En dan waterpas zetten. En dan kan je eigenlijk kijken wat de afstand is. Ja. Als je zo probeert te zoeken, dan is het moeilijk. Ja, precies.
Maar gewoon een keer neerzetten, kijken wat het is. Ja. En dan even globaal dat doen, zeg maar. Ja, ja. Dan nog een keer neerzetten. Nou, dan zie je van, nou, nog een klein beetje. Nou, doe je dat en dan... Repareert het. Hij is nou helemaal schoon, hij is nou... Die kan voor de volgende ronde. Hier gaan we weer... De laatste machine van de funderingsinstallatie, maar zeker niet de minst belangrijke. Dit is natuurlijk een betonmixer. Ja, er wordt hier geen beton gemixt, want de beton komt al gemixt aan. Die komt met een vrachtwagen aan en daarmee vullen ze hem. Maar hierin zit de voorraad. Die wordt naar de kubel gebracht en dat doet de loader. Kijk, hier staat die bak. We hebben dat net al gezien toen we boven in het manbakje stonden. Daar hebben we het vanaf boven gezien, maar dit is hem dan. Kijk. Hier binnenin zit een soort worm, zo'n spiraal. Eigenlijk een omgekeerde vijzel, eigenlijk als het ware. En als hij zo draait, dan houdt hij al de cement aan die kant. En dat is fijn, want dan wordt ondertussen ook geroerd. Hè? Dus dan hard het niet uit natuurlijk. En als ze het eruit willen hebben, dan laat ze hem andersom draaien. En dan draait hij het naar buiten. Dan rijden ze deze bak eronder met de shovel. Dan vullen ze hem. En dan op die manier vullen ze daar die betonkubel. Daar is hij, de loader meneer. Hij gaat beton eruit scheppen. Dat is wel chic, hè? Hij bedient hem gewoon met een afstandsbediening. Ik denk, nou komt hij eruit, maar... Nee. Nou, laten we ze maar niet meer in de weg lopen, want ze moeten nog meer dan 600 van die palen doen. En ze doen er ongeveer 8 per dag, dus die moeten nog wel eventjes. Hey, zou jij het nou tof vinden om bij Heijmans te komen werken? Klik dan even de link onder de video. Dan zou ik willen zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende!